Hoi, ik vind dat het nieuwe jaar wel een mooie reden is voor een nieuw filmpje van mijn make-up stash. Ook omdat ik hem onlangs helemaal opgeruimd, schoongemaakt, uitgezocht heb. Ik ben een soort van een schoonmaaktour aan het maken door mijn hele huis. Ik ben overal een klein beetje aan het opruimen. En ja, mijn make-up stash die hoorde ook bij die tour. Zoals je waarschijnlijk wel weet ligt mijn make-up stash hierachter in die twee kastjes. En de kaptafel, daar liggen wat kwasten en sieraden. Van die sieraden heb ik ook een aparte video, mocht je dat leuk vinden. Om te kijken zal ik die er even bij linken. Oké, tijd om erin te duiken. In de eerste lade zitten, zoals je misschien wel weet, mijn lipsticks. En ik ben heel erg dol op lipsticks, zoals je denk ik nu al wel kunt zien. De meeste kleuren heb ik van MAC. Dit is allemaal MAC. Het is niet heel steady, omdat dus die lipsticks kogelvormig zijn. Ja, en dit blijft gewoon niet makkelijk staan. Dus ik hoop dat het niet allemaal instort zometeen. Ik zal eens een paar kleuren eruit pakken. Ik kan best wel lang aan het zoeken zijn als ik een bepaalde kleur zoek. Ik zoek nu de lipstick die ik op heb. Waar ben je? Ah, daar is hij. Dit is de lipstick die ik op heb. Kinda Sexy. Dit is een beetje een oranje-bruin tint. Erg mooi. Mat ook. Onlangs gereviewd voor mijn blog. Allereerste MAC lipstick. En dat is deze. Dit is Viva Glam Gaga. Een heel lief lichtroze kleur lipstick. Ik heb hem veel gebruikt, maar ook weer niet te veel. Want ik was er natuurlijk zuinig op. Ik wilde hem niet opmaken. Mijn eerste MAC lipstick. Ik ben blij dat ik hem nog heb. Mijn favoriete donkere lipsticks zijn ook van MAC. Dit is er een die ik heel veel draag. Diva. Toepasselijke naam. Heel mooi donker. Je hebt natuurlijk ook gave limited editions die dan in een mooie verpakking worden gestoken. Ik vind deze van Kelly Osbourne ook erg leuk gedaan. En dit zijn ook hele mooie kleurtjes. Wel heel erg nude. Dus daar moet de make-up look wel echt op afgestemd zijn. Maar kan ook echt mooi staan. En mat ook. Dit is er een van een limited edition collectie van Mary Monroe. Ook een erg mooie donkere rood. Ik draag ook heel graag lipstick van Catrice. Die liggen hier, die staan allemaal hier. Ik draag graag de zachte tinten en de felle tinten. Dus bijvoorbeeld rood. Deze rode lipstick vind ik erg gaaf. Dit is Matador, die heb ik al veel gedragen. Dit was een van mijn eerste Catrice lipsticks. Hij is helaas niet meer te koop. Frozen Rose. Ik heb er echt wel drie van. Er liggen er ook nog eentje in Arnhem. Er zit ook volgens mij eentje nog in een tas. Omdat ik dit gewoon zo'n mooie kleur vond. Heel lief Barbie roze. Dan heb ik hier wat Ilan Masqua, Tom Ford, Makeup Studio, Chanel. Oh ja, dit is ook wel grappig. Ik heb dus deze lipstick van LA Girl. Die is best wel oud, zoals je ziet. Dat is een van mijn eerste lipsticks. Dit is de kleur Secret Admirer. Ik draag hem nog. Ik vind hem nog steeds heel mooi. Toevallig heb ik laatst wat producten getest van LA Girl. En ik was er eigenlijk van uitgegaan dat ze deze lipsticks niet meer maakten. Of in ieder geval deze kleur niet meer zouden hebben. Maar hij is er gewoon nog. Secret Admirer is dit. Hele mooie, fijne lipstick. Hier zit nog wat L'Oreal ook tussendoor. Hier heb ik drie Florma lipsticks, waarvan ik eigenlijk vooral deze tint draag. Dit is echt voor mij een perfecte, matte, perzikkleurige nude. Deze had ik ook op in de video van donderdag. De eerste indruk review van de Instyler stelt dan die draait. Hierachter liggen wat lippotloden. Zoals bijvoorbeeld deze twee van Kiko. En een heleboel artsticks van Bobbi Brown. De Hot Orange artsticks zit er niet eens bij, want die zit in mijn tas. Maar ik heb er nog meer. Ik ben dol op de artsticks van Bobbi Brown. En zoek je nog een betaalbare, mooie, matte, vloeibare lipkleur, ga dan echt eens kijken naar deze van Essence. De nude kleur hierboven, maar ook de rode tint eronder vind ik erg mooi. In deze la kom ik ook heel graag. Die trek ik ook heel graag open. Hierin zitten al mijn MAC blushes, skin finishes, highlighters. Hier aan de kant zitten een paar limited editions, die ik niet per se heel veel draag, maar die ik wel heel mooi vind. En ja, aan de zijkant zie ik ze dus nog eens extra goed. En ik vond ze mooier hier dan weggestopt hier bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld deze van de Disney Cinderella collectie. Zo mooi. En dan voel ik me echt weer even 6 of zo. Ja, ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik hou ook echt van Disney. Ja, van mijn MAC blushes is dit echt wel de onbetwiste favoriet. MAC Dainty, die gebruik ik heel veel, bijna elke dag. Die zat ook in mijn daily make-up routine. Maar bijvoorbeeld deze vind ik ook heel erg mooi. Dit is heel even nadenken. Weet ik het uit mijn hoofd? Iets met Petal Power. Deze draag ik ook heel graag. Dit is At Dusk. Dit is een Extra Dimension blush. MAC en Rihanna. En dan heb ik bijvoorbeeld hier van Kelly Osbourne. MAC Vera poeder. Die heb ik ook zoveel gedragen als blush. Er staat natuurlijk mijn naam in. Dus daarom extra leuk. Deze heb ik net nieuw. Dit is van de Ellie Goulding collectie. Een duo van een bronzer en een blush. Dit vind ik ook echt zo'n mooie poeder. Dit is een Extra Dimension Skin Finish. Geeft echt een prachtige, warme, gouden glans. Oké, ik moet niet te lang blijven hangen. Ik moet erdoor. Dit is mijn la met vooral bronzer. Niet alleen bronzer, want zoveel bronzers
heb ik niet en dat vind ik ook niet nodig. Daarom zitten er ook wat highlighters bij, want in een andere la waar eigenlijk mijn highlights in liggen, daar werd het een beetje vol. Dus ik dacht, ik doe het gewoon hierbij. Bovendien is het ook logisch, omdat ik na bronzer mijn highlighter gebruik. Is gewoon makkelijk. Ik begin met mijn favoriete highlighter. Mary Lou van de Balm. Het begint al een beetje saai te worden dat ik hem weer laat zien. Want oh, ik koos van deze highlighter. Deze vind ik ook erg mooi. Deze heb ik nog niet zo heel lang. Die is van Becca. Dit is Champagne Pop. Ook echt heel mooi. Dan heb ik hier een aantal doosjes van Dior. Mijn favoriet is deze. Ook een highlighter van de Lente collectie. Die is dus nu te koop. Prachtig. Echt bijna te mooi om te gebruiken. Nou, mijn Nars Laguna bronzer. Dan heb ik dit paletje met bronzer van Too Faced. Deze vind ik ook heel mooi. En ik heb al pen geraakt van W7. Hier zit nog een keer de highlighter van de Balm in. Met nog een blush en een bronzer. En als je nog een mooi betaalbaar contourpalette zoekt. Kan ik deze echt aanraden van Makeup Revolution. Mooie contouring poeders en ook mooie highlighters. Wil je er meer van weten, prijs et cetera, staat allemaal op mijn blog. Nou, in deze la werd het echt een chaos. Omdat ik heel veel van dit soort paletten heb getest de laatste tijd. Want nog een paar andere paletten, zoals deze van Morphe nieuw. Nou, dit was echt helemaal vol. Dus ik heb het allemaal even netjes neergelegd, uitgezocht. En nu is het weer helemaal logisch en overzichtelijk. Hoewel het nog steeds best wel veel is. Ja. Oh, ik wil eigenlijk deze even switchen. Mijn nieuwe Too Faced Chocolate Bonbon palet. Ook te zien in de Parijs shoplog. Dit palet van Morphe. Ook erg mooi. Mijn eerste Morphe product. Nou, de chocoladepaletten van I Heart Makeup. Die liggen er ook allemaal in. Dit is de witte variant. Hieronder de melkchocolade en de pure variant. Mijn Too Faced doosjes. Die gebruik ik eerlijk gezegd niet zo heel erg veel meer. Maar ik wil ze absoluut niet wegdoen, want ik weet dat het hele mooie oogschaduws zijn. En er is nog gewoon ruimte voor. Oh ja. En dan heb ik hier een hele stapel met nou ja, één palet van de Balm. En de rest is allemaal van Zoeva. Die is ook echt mooie. En hieronder heb ik ook nog dit grote paletten van MAC liggen. Dit is het Warm palet. En daaronder nog eentje die ik zelf aan het vullen ben. Dus die is nog deels leeg. In deze la zitten mijn lippotloden, oogpotloden, eyeliners. Hier en daar mascara. En hier liggen nog wat gelliners. Dit zijn allemaal felle rood tinten. Daar heb ik aardig wat van. Maar ik draag dan ook veel rood lipstick. Vooral van MAC. Ook wat MAC Factor. Wat P2. Vooral MAC eigenlijk, ja. En dat geldt ook voor de andere lipliners. Dit zijn wat zachtere tinten, nieuwe tinten, bruin tinten. Veel MAC, een beetje Make-up Store, wat Smashbox. Maar verder niet zo heel veel andere merken. Reserve potloodje, wenkbrauwpotloodje in de kleur Fling. Wat eyeliners. Heb ik hier nog twee gekleurde eyeliners van L'Oreal. En dan heb ik hier wat van die potloden, van die huiskeurige potloden voor highlighter en op de waterlijn. En dan hier nog wat zwarte oogpotloden. En deze glitter mascara van Chanel. Die vond ik wel zo bijzonder. Die kan ik niet wegdoen. Dan de la met foundations. Ik ben dol op dit ding. Is van de IKEA. Ik heb hier wat reserve foundations staan. Vitamine E spray van de Body Shop. En dan hier eigenlijk de foundations die ik het meest gebruik. De CC Cream van MAC Factor. De Studio Fix Fluid van MAC. Estée Lauder Double Wear. Foundation stick van Bobbi Brown. Revlon. Primer van Smashbox en BB Cream van Misha. Dan zitten hier mijn concealers met als favorieten onder andere de Collection Concealer. Maar ook de Pro Conceal van LA Girl. De NYX HD Concealer en de Liquid Camouflage van Catrice. Ik heb ook net twee nieuwe poeders gekocht. Deze is nog helemaal nieuw van Catrice en deze van Essence. Ik wilde die een keer proberen. Hij bevalt tot nu toe best goed. Ik heb deze al wel een paar keer gebruikt, 2 of 3 keer. En de setting spray van Urban Decay mag ook niet ontbreken. Heel erg fijn. Tijd voor mijn tweede kastje. In het andere kastje zitten nog wel meer lades, maar daaronder zitten geen make-up producten meer. De eerste lade van het tweede kastje, daarin zitten niet de lipsticks, maar de lipglosses en de lipbalsams. Ik ga heel eerlijk zeggen dat ik vrijwel nooit lipgloss draag. Ik heb er toch een lade voor, omdat ik wel gewoon heel erg van make-up hou. En dit zijn dan vaak bijzondere lipglossjes van bijvoorbeeld Viva Glam collecties of andere limited editions. En ik heb er de ruimte voor, dus het zit me nu nog niet in de weg, dus ik laat hem nog even zo. Soms wil ik ook voor een artikel wel lipgloss gebruiken of voor een filmpje dat ik denk, nou hier past toch het beste lipgloss bij. En het is wel handig dat ik ook wat lipgloss heb. Dus vandaar een lade met lipgloss. Dit zijn een aantal babylips van Maybelline. Niet allemaal meer, want Jeffrey heeft er een paar in beslag genomen. Arme mannen met een droge lip ook altijd. En bijvoorbeeld ook nog het kleine blikje van Nivea en Rihanna. Gewoon omdat ik dat een leuke samenwerking vond. Dit is mijn lade met blush. Blush van andere merken dan MAC. Zoals je ziet heb ik hier een heleboel Bobbi Brown. Dit is 2 laag dik. Dus dat zijn in totaal 6 Bobbi Brown. Oh nee.
7 Bobbi Brown Shimmer Bricks. Vooral richting de zomer vind ik die erg mooi. Vorig jaar heb ik deze gekocht. Een heel mooi blush palet met ook een highlighter. In deze la is ook niet zo heel erg veel veranderd. Niet heel erg veel bijgekomen ook, denk ik. Ik heb de NARS Orgasm Blush. Ik heb ook nog een plasticje. Bewaren jullie die of niet? Ik weet het nooit zo goed. Ja, het kan wel de spiegel dan een beetje schoon houden. Maar daar lijk ik een beetje in te zijn gefaald, zo te zien. Naast Orgasm heb ik ook Albatross, de highlighter. Oh ja, deze is er wel bij gekomen. Dit is van Dior. Dior highlighter, ook heel erg mooi. Deze is van de herfstcollectie. Dan heb ik hierachter nog van Guerlain een aantal meteoriet. Blijft zo chic. Zo, de pareltjes. Ik vind deze la ook heel fijn. Ik weet heel goed wat hier allemaal in ligt. Omdat het dus ook niet heel erg verandert. Zijn er gewoon een aantal producten die ik heel erg mooi vind en blijf vinden. Je zag net al een la met oogschaduwpaletten. Maar dat zijn echt mijn grote paletten. Dit zijn mijn kleine paletten. Hierin heb ik ook weer best wat MAC. Wat NARS. Lancôme, Bobbi Brown. MAC, weer Ellie Goulding. Hier zit ook nog een cream color base onder. Ik vind deze ook heel gaaf. Van Yves Saint Laurent met die studs. De kleuren zijn ook erg mooi. MAC. Basics. Ik ben toch ook wel een beetje een verzamelaar wat mijn make-up betreft. Hier zitten ook paletjes bij die ik misschien niet zo heel veel draag, maar die ik gewoon heel mooi vind. En waar ik gewoon blij van word als ik ze zie. Dus waarom zou ik ze dan wegdoen? Tegenwoordig gebruik ik niet meer zo heel vaak losse oogschaduw. Soms wel, ook omdat als MAC gewoon hele mooie losse oogschaduws uitbrengt. Zoals bijvoorbeeld, deze vond ik toen zo mooi. Zulke mooie glitters. Die komt ook uit de collectie. En deze. Deze. En tot slot deze. Ja, die zijn zo mooi. Ik wil ze nog wel in mijn grote MAC palet gaan doen. Daar is ook ruimte voor. Moet ik alleen nog even doen. Liggen hier nog wat gekleurde oogschaduwbasissen. Nog wat losse oogschaduws van andere merken. Zoals Makeup Store, die ik ook gewoon echt niet weg kan doen. Een paar jaar geleden was ik echt zo groot fan van Makeup Store. Maar het is helaas weg uit Nederland. Dus ja, wordt het een beetje lastig. Ik hoop echt dat ze een keer terugkomen bij Makeup Store. Zulke mooie producten. Die liggen hier. En dan was dat wel een beetje voor deze la. Deze la is niet veranderd, denk ik. In vergelijking met de vorige keer. Mijn sleek oogschaduwpaletten. En losse oogschaduwen van andere merken. Van alles wat. Makeup Studio, Too Faced, Body Shop, Makeup Forever, L'Oreal. Losse glitters ook. En dan de allerlaatste la met mijn grote oogschaduwpaletten. En mijn nepwimpers. Van die losse plukjes. Ik heb veel verschillende merken. Maar ik moet toegeven dat Essence toch eigenlijk wel heel goed is. Ik draag vooral veel Catrice en Essence als ik losse plukjes draag. Soms ook inderdaad wat van die grotere zoals deze. Maar dan vind ik Allure toch ook wel heel erg mooi. Maar deze van Katy Perry, die heb ik best wel lang liggen. Maar die zijn zo heftig. Ik heb nog geen gelegenheid gehad waarom ik die kan dragen. Nou, dat was dan mijn make-up stash. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En mocht je je afvragen waarom ik zoveel make-up heb, dat is dus omdat ik fulltime bezig ben met mijn blog en met mijn YouTube kanaal. En omdat ik me dus richt op beauty, op make-up, zijn er merken die mij producten opsturen. Ik koop ook zelf producten om over te schrijven, om aan jullie te laten zien. Mocht je nog vragen hebben over een bepaald product wat je gezien hebt net, of is er iets anders wat je wil weten, dan kun je vragen stellen hieronder bij de comments. En dan is het tijd om af te sluiten. Ik hoop dat ik je donderdag weer zie, want dan heb ik weer een nieuwe video. Tot dan!